Het kan nooit lang meer duren voordat Geert Wilders hier aankomt bij het House of Parliament in Londen om te gaan onderzoeken hoe die fit naar hier het best kan gaan pluggen. We zijn niet de enige, er is heel wat andere pers gekomen. Maar ik ben benieuwd, hoe is het nou om hier ongewenste buitenlander te zijn? Ja, ik zie hier wel een hele grote blond kapsel. Ja, het is een mooi kijken. Jongens, Wilders has left the building. Wilders is hier niet heel erg gewenst. Er lopen een paar jongens met lange baarden rond. Muslims, we are obliged to defend the Muslims wherever they are. Okay, so you don't like Wilders? We hate him. As a Muslim, I believe Islam is going to conquer. I believe the Sharia is going to be implemented. All this man-made law can go to hell. Conquer sounds so negative. Can't you make up another word? We'll dominate. We'll dominate. You tried democracy for a long time now. And what's it doing? Nothing. Democracy is all right. No, it's not. You can see it failing. You can see the contradictions. You can see the hypocrisy. Democracy! Hij heeft het opgeschreven op een briefje. Hij heeft een speakbriefje. Maar hij weg. Wat wil je iets te negatief? Geert Wilders staat hier nu achter mij een persconferentie te geven. Stikt van de journalisten, maar ik ga hem proberen er doorheen te wurmen. Het is die standpunt. Misschien een klein ingaatje. Best is dat. Meneer Wilders, hoe voelt het om hier als ongewenste buitenlander te zijn? Nou, ik voel me geen ongewenste buitenlander. Ik ben welkom. Ik ben toegelaten tot het land. Ik ben blij om hier te zijn en dadelijk een gesprek te hebben met mijn collega van het Hoge Huis. En te gaan kijken wanneer we in de toekomst Fitna hier kunnen draaien. Maar u denkt dat de Engelsen u wel zien zitten? Nou, dat weet ik niet. Ik hoop dat de Engelsen in ieder geval, en dat blijkt in ieder geval uit die uitspraak van het Engelse rechtbank... blij zijn met de freedom of speech, de vrijheid van meningsuiting. Veel succes. Oké. Okay. Dag Geert. Nou, hier zat hij net, Geert, en uit dit bekertje heeft hij water gedronken. Hij denkt dat hij wel welkom is in Engeland, maar is dat ook zo?